Beeldjoep, what up? Het is weer eens tijd voor een smoothish bier uit de brouwerij van Pulver. Dit keer hebben we het over de What do you call Santa's most impolite reindeer? Nou, wie het antwoord op die vraag heeft, die mag het in de comments droppen. Ik heb namelijk werkelijk geen idee of we hier nog bier aan het uitschenken zijn. Vraag ik me ook ten zeerste af. Het heeft iets met banaan, mango en peer te maken. En presenteert zich in ieder geval mijn inziens wederom als een... vrij actief schuimkraagje. Ja, dat is het blikje. Ik heb geen idee wat dat met een rendier te maken heeft. Er zijn een aantal cheatslokjes nodig, want hij werkt er wederom het glas uit. Gelukkig niet zo erg als destijds die, wat was het, een van die twee. Die kwam het blik al keihard uitgezet. Maar laten we naar de neus van het bier duiken. En het eerste waar ik aan denk, en dat heeft er niet helemaal iets mee te maken... Maar het eerste waar ik aan denk is dat aardbei-banaansapje vers geperst van de Albert Heijn. Kennelijk heeft een banaan dat is een duidelijkere indruk op de neus dan de aardbei, in tegenstelling van wat ik ooit verwachtte. Niet de grootste aardbei-liefhebber, moet gezegd worden. Maar het mango- en peer-karakter, ja, ik moet zeggen, peren ruik ik sowieso nooit aan. Maar ik vind niet dat een peer een heel sterke geur heeft. Ja, misschien dat je die mango ruikt in het geheel, maar daarvoor ben ik dan te weinig een fruitliefhebber om daar iets zinnigs over te zeggen. Evenals dingen als alcoholpercentage die geraamd worden op 5,5%. Laten we hem ook gewoon gaan proeven. De What do you call Santa's most impolite reindeer? En wederom, als je het antwoord op die vraag weet, drop het alsjeblieft even in de comments. Voor nu zou ik zeggen, proost. En waar die voor in de mond nog heel erg dik en vol is, valt het bij het doorslikken slash naar achter gaan wel wat mee, moet ik zeggen. Ik vind het qua substantie wel heel veel bananenpulp. Ik heb het idee dat in de bitterheid een beetje die mango naar boven komt. Maar ik heb net als appel een beetje het idee dat die peer er echt meer is voor de vulling. Daar is ook zo'n tijd zo'n rel over geweest volgens mij. Dat er heel veel sapjes waren met een bepaalde naam. Maar dat eigenlijk meer een appelsap was dan dat het daadwerkelijk een sap was waarin die vruchten boventoon voerden. Wederom ook dit glas. Voelt weer zo zwaar aan. Maar ik moet wel zeggen, ik heb heel weinig krijg ik mee van die schuimkraag. Als je ook kijkt naar hoe het bier aan het glas plakt, lijkt het ook meer een vers geperste sinaasappelsap idee. En ja, alcohol, ja, misschien in die lichte bitterheid, in die lichte aftronk, dat je denkt ja, dat het iets brandt in combinatie met dat bittere, maar mag ook geen naam hebben. Begrijp me niet verkeerd. Ik drink dit met veel plezier op. Maar met bier heeft het voor mij echt heel weinig van doen. Dus eigenlijk is het dan juist heel knap. Dat ze dit in een volgens mij redelijk normaal brouwproces voor elkaar krijgen. En dit is wel echt het bewijs dat er voor iedereen een bier is. Want ik denk dat er heel weinig mensen zijn die wel eens een fruitsapje drinken. En dit echt heel smerig vinden. En sterker nog, ik denk dat je het bijvoorbeeld met Pasen best wel gewoon bij de brunch kan serveren. Dat mensen niet eens iets doorhebben. Wat dat betreft heel interessant. Fijne, volle smaken. Het is ook echt wel
Hij is ook echt wel plakkerig en hij heeft ook echt wel dat fruitige karakter in zich. Dus dat is echt wel een prima sapje, maar echt. Om dit nou. Ik zou bijna Sapomaniac aan moeten maken om dit soort dingen te kunnen blijven reviewen. Maar het is te leuk om het niet af en toe de revue te laten passeren. Maar. Het is zeker heel wat anders. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er in de rij gaan staan als dit op een bierfestival geschonken zou worden. Dat lijkt me echt nog wel een interessant experiment. Dus bier en bier. Noem maar een zijstraat. Voor nu heb ik gezegd wat ik wilde zeggen. Ik zou zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.